hebben wij dit, hè? En? Ja, maar dat is nu moeilijk te zeggen, want de Hartelbrug is dicht. Dus je kan sowieso niet die kant op. Je gaat naar Utrecht of je gaat naar Breda. Dit is een weg wat beide kan natuurlijk. Dus je zet hem nu een beetje vroeg aan, zo van, nou, we gaan eten, zeg maar nu. Het is nu onmogelijk. Het is geworden Valkenburg, Maastricht. En we gaan, als het goed is, althans is de bedoeling, rodelen. Ja, maar dit met die dingen naar boven, dat vind ik echt vreselijk, hè? Ja, maar ik zeg het net, ik weet niet of dat moet. Ik ga er bijna vanuit, want het is best wel hoog. Nou, het hoeft niet, hè, maar ik denk het wel. Misschien is het gewoon een lift. Ik heb geen idee. Maar we gaan rodelen. Dus het is Maastricht geworden en een rodelbaan. Nou, ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Oh, lachen. Ook nog. Ja. Oh, zie je, het moet, hè? Ik hoef het niet. Oh, nou, zit er dan? Jij weet dat ik het een van de ergste dingen vind, hè? Gewoon omdat ik die hoogte, zit je in zo'n ding en dat gaat omhoog. Echt, dat moet je echt omhoog duwen. Met zoveel moeite. Nou, eerlijk, je hebt echt... Oostenrijk... Is het 10 keer zo hoog? Ja, weet je niet beter. Het is een taxi, weet je. Die gaan daar gewoon, die gaan er zitten en denken zo, ben ik weer boven? Ben ik weer thuis? Maar je hebt zoals van die kaalbaan die je gewoon breekt, hè? Ja, weet ik. Dat was laatst toch? Tenminste, vorig jaar was dat. Stop! Wat doe je aan, man? Je hebt ook een film en dan hangt hij zo stil en zitten allemaal aan de onderkant allemaal wolven, wist je dat? Nee. Ook hier in Valkenburg opgenomen. Het zijn wel allemaal wolven volgens mij toch ook. Ja. Dadelijk, een stukje verder. Ja, dit vind ik dan weer een minder fijn stuk van alles. Je moet maar gewoon alleen maar naar boven kijken, ik ga niet naar beneden kijken. Je gaat niet wiebelen ook. Dat ik hier ook geld voor betaal. Ik kan er niet eens echt van genieten. Oh. Kijk, ik vind het oprecht fijn dat hier weer gras is. Ja, kijk, die mensen roelen, wat gaan wij nou doen? Ja, dat gaan we doen, dat is leuk. Maar het is niet eens een baantje. Ja, wat is het dan? Nou, ik dacht dat het echt een railsje was. Maar nee, kijk. Dat is wel grappig. Nou, op zich. Hè? Kijk, ga je erboven? Kijk, ik ben 80, ik ging gewoon hard, hè? Dat vind ik wel lachen. Hé, daar gaan ze. Dat is toch wel weer leuk. Ja, toch? Ik dacht dat ze hier lachen. En ik heb hem nooit geroedeld, dus ik vind het ook wel lachen. Sneller, maar ja. Hallo. Ja, weet ik schat, maar die voor mij, die is langzaam. Ja, maar achter is die ook trappen. Ja. God. Hebben wij dit, hè? Ik wil hard gaan, toch? Dit heeft geen zin. Terugweg heb ik dat ook. Ik ga daar vragen voor pauze. Oh. Oh, dit was het. De volgende ronde gaan we pauze houden, want dit. Oh.
Als je achterover ligt, is wel lekker. Nu. Promotie voor... Nee, dat mag je niet gebruiken, omdat het een voor is. Voor? Voor gebruiken? Oké, geen probleem aan. Yes. Ik leg hem hier nog bovenop en dan gewoon naar de kant. Tuurlijk, tuurlijk. Even wachten, want die meisjes gingen zo langzaam. Ja, dan komt u bij helemaal naar boven. We hebben net gerodeld. Ja. Dat hebben we net gedaan, ik even het horen. Dus we komen net terug. Kost... 9 euro voor 2 muntjes. En met 1 muntje ga je 2 rondjes eigenlijk. Ja, 2 rondjes. De eerste ronde is wel anders. De tweede ronde is wel wat langer. Ja. Alleen wel. De banen zitten naast elkaar. En ja. Ik weet niet of het misschien is optisch, maar voor ons gevoel was die tweede iets langer. Het gevoel was langer omdat we ook echt konden rodelen. Omdat bij de eerste keer zitten de mensen zitten er voor je. En we hadden 2 kinderen voor ons. En de voorste die durfde niet hard. Dus die remde continu bij elke bocht. Dus wij hadden. Wij hebben de eerste ronde hebben we alleen niet, maar achter gezeten, hebben we niet gerodeld. Ja, dus ik had de eerste ronde gefilmd, alleen eigenlijk ging het niet en ik was een beetje geïrriteerd omdat ik kon geen vaart maken omdat die 2 kids voor zaten en die had helemaal naar hun zin, dus dat is helemaal goed. Alleen daardoor kon ik geen snelheid maken en toen kwam ik terug, op een gegeven moment kom ik terug boven, dan word je omhoog getakeld en dan ga je de volgende ronde. Alleen toen hadden ze GoPro gezien, dus de tweede ronde kon ik niet filmen. Dat is niet te min, ging daardoor wel lekker hard. Ja, dus die tweede keer gingen we volle bak. Ja. Dus leuk om te doen. Leuk om te doen. Kijk, normaal gesproken zou je denken, we gaan achter elkaar. Maar die rijen hier zijn zo lang. Toen wij hierheen gingen, dachten we, misschien lopen de 2-3 mensen. Maar het staat helemaal vol, waardoor je weer een half uur in de rij moet staan om nog een keer te gaan. Ja, dus dat duurt een beetje op zich lang. Zou ik het inderdaad, als niemand zou wezen, zou ik het nog een keer dan doen. Dan zou ik het nog wel een keer ja, doen. Ja, toch? Ja. Maar je moet eens even... Ik om even te laten zien. Kunnen we het nog zien? Ja, die gozer die gaat afzeilen. Nee, jammer. Net te laat. Vanaf daarboven. Voor 10 euro pp. Valt op zich wel mee. Kan je hangen aan de baan. En dan ga je ook naar beneden. Een zipline. Dat is ook wel leuk. Ook wel lachen. Ja, en voor kinderen kan je met zo'n... Dat zie je als in met sneeuw op zo'n... Of ook zonder sneeuw. Zo'n groene baan. Dat je met zo'n band overheen gaat. Dus superleuk. En midgetgolven. En echt wel grappige dingen. In Valkenburg hier om te doen. Ja. Rodelen aanraden, zeg alleen wel eventjes dat je niet gelijk wil gaan, omdat je wil wachten eerst tot die kids voor de helft beneden zijn. Ja. Want dan kan je zelf volle bak gaan. Maar goed, de tweede keer heeft het goed gemaakt. Ja, het was wel leuk. Dus, leuk. Alleen hebben jullie niet gezien, want het staat niet op film. Nou, wel gelachen. Wel aanraden. En nu? Wat gaan we nu doen? Dat weet jij niet. We gaan nog activiteit doen. Nog een activiteit hier in de buurt? Oh, hier. Ja, wel in de buurt, maar niet hier. Niet hier, dus we moeten wel... Oké. Dat wist je niet, hè? Wat een verrassing allemaal. Ja. Dus we gaan nu ergens anders heen. Meer weet ik niet eens waar. Nee. Activiteit nummer 2. Oké. Je kan maar gewoon boeken. Ik voor al je evenementen en activiteiten. Gewoon als reisleider. Dus let's go, activiteit 2. Let's go. Meer weet ik nog steeds niet waarheen. Wat wil je doen? Nou, ik wilde echt de hand op de camera doen. Maar of, we gaan het anders doen. We doen een bovenwaartse klap. 3, 2, 1. Nee, dan ga je harder, hè? Dat is naar boven. 2, 3. Zoek. Ja. Oh, kijk, hier zie je direct trouwens. Ja, hij vindt het leuk, hè? Hij zit heel goed te lachen. Ik zie alle mensen remmen. Maar ja, remmen is angst, hè? Ja, je gaat wel echt hard hoor. Als je hem helemaal vol doet, dan... Als je gewoon niet remt, dan ga je volle bak. Maar ja, ik kan nu laten zien waar de jongens aan het remmen. Dat is goed. Ja, remt ook. Nah, joh. Schijt eruit. Je vloog er door die bocht.